Ilse van den Meidenberg komt naar voren. Ilse, fijn dat je er bent. Jij bent voorzitter van het ZAJK, het Zeeuws Agrarisch Jongerencontact. Dus je bent jong. Hoe jong ben je? 27. 27 jaar. En je bent sinds kort voorzitter. Waarom word je voorzitter van een agrarische jongerenorganisatie? Wat wil je daarmee bereiken? Ja, wat wou ik daarmee bereiken? Het was nou niet echt de eerste gedachte. Totdat het bestuur mij eigenlijk voordroeg van, goh, is dat niks voor jou? Dus een keer gaan wikken en wegen. En ja, wat wil je eigenlijk meer? Zeeland is niet echt het meeste melkveeprovincie van Nederland. En dan wil je toch ook proberen een klein beetje omhoog te krikken. Dus dat was één ding. En daarnaast ook, ja, wie wil nou niet overal tussenkomen, overal je woordje kunnen zeggen voor de jonge garage van Zeeland onder andere. Ook al is het niet helemaal Zeeland mijn achtergrond. Nee, want ik heb me laten vertellen, jullie familie komt oorspronkelijk uit Brabant. Ja. En wanneer zijn jullie geëmigreerd? In 95 al, dus dat is weer al 20 jaar geleden. En waarom wilde je zo graag naar Zeeland? Of de familie, want het was niet alleen jouw keuze, het is, denk ik. We hebben overal gekeken, we hebben Friesland gekeken, we hebben, in ieder geval mijn ouders, ik heb niet veel meegedaan. Flevoland, overal, totdat eigenlijk een beetje, Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk werd toen een klein beetje het emigratiegebied voor Brabanders. Er waren er al een paar naartoe gegaan. Maar waarom wilden jullie weg dan? Brabant is toch ook mooi? Ja, de helft van ons land werd natuur. Oh. Dus we hadden geen keuze meer of blijven zitten waar we zaten en zie maar hoe je het aantopt. Of ze zeggen, nou dan pakken we de boel op en gaan we onze kansen ergens anders zoeken. En het bevalt in Zeeland? Het bevalt heel goed in Zeeland. Want jullie hebben daar een akkerbouwbedrijf gekocht en daar melkvee van gemaakt? Dus 100% melkvee nu? Het is gemengd. We hebben een deels akkerbouwbedrijf en deels melkveebedrijf. En de melkveetak gaat groeien nu de superheffing weg is? Nee. Waarom niet? Het werk moet ook allemaal verzet worden. En je kunt wel naar de 400 koeien gaan. Maar word je daar gelukkig van? Je wordt geen boer meer, maar je bent echt een manager die op zijn bureau moet zitten en kijken hoe iedereen zijn werk doet. Of blijf je toch meer eigenlijk in je stal staan en zie je waar je met je eigen beesten bezig bent. En dat daar ook echt jouw passie in ligt. Dus, daar ligt jouw passie en die wil je nastreven. Ja, dus wij hebben zoiets. Nou, maar even zo blijven en stel van er zijn de mogelijkheden om te groeien en we kunnen het ook aan, dan zijn die kansen er altijd nog om groter te worden. En bellen we dan Ruud Huurne weer. Oké. Okay. Jij gaat ons iets vertellen over de toekomst van jonge melkveehouders. Ja. Hoe jij er tegenaan kijkt en wat de mogelijkheden vandaag de dag zijn. Ga je gang. Ja, welkom iedereen. Zoals gezegd, Ilse van Meidenberg, 27. Ik heb de MAS in Breda gevolgd en daarna de HAS in Den Bosch. Dus de Brabantse roots zijn toch weer een klein beetje teruggekomen daarin. Mijn jonge melkveehouders, daar wou ik iets over gaan vertellen. Waarom willen we eigenlijk nog een bedrijf overnemen? 24/7 werken, terwijl je ook gewoon 5 dagen kunt werken. Niemand die je dat zou wel aanpraten. Regelgeving is het ook al een paar keer over gegaan vandaag. Word je niet vrolijk van. Het is nou ook onduidelijk waar we eigenlijk naartoe moeten. Nog steeds geen duidelijkheid in de melkveewet. De pas word je ook niet vrolijk van. Vooral in Zeeland is dat een heus discussiepunt. Financieringsmogelijkheden. Grotere bedrijven, grotere financieringen. Het is jammer dat de bank weg moest, maar als ze zorgen voor de jonge ondernemers dat er ook een klein beetje makkelijke en goede voorwaarden zijn, dan is dat in ieder geval wel een punt wat overgenomen kan worden. Maar waarom willen we het wel? Passie voor de dieren en de natuur. De vrijheid van een eigen onderneming. Dat zijn toch de belangrijkste punten die aanwezig moeten zijn, wil je een melkveebedrijf kunnen overnemen. Ja, ik neem het over. En dan? Personeel of automatisering, dat is toch wel eigenlijk het hot item deze tijd. Waarom? Eigen gezondheid, belangrijkste van al. Hoeveel boeren zijn er eigenlijk wel niet met rugklachten of met schouderklachten? Dat is nou niet echt hetgene waarin mijn toekomst eruit ziet, dat ik op 50, 60-jarige leeftijd kromloop, omdat ik eigenlijk opgewerkt ben. Schaalvergrotingen, must.
Ja, zoals ik net ook zei, misschien niet. Misschien is een 150 koeien is al een grote schaalvergroting voor sommigen. Maar misschien is dat ook wel genoeg. Hoeven niet naar die 400 koeien. Vooral in Brabant denk ik ook niet dat het het ideaalste is om iedereen naar 400 koeien te laten gaan. Financieel, loonkosten. Er zullen koeien in de stal lopen als je personeel hebt die voor je personeel rondlopen om ze te kunnen betalen. Daarvoor zal wel een schaalvergroting moeten zijn. En investering, automatisering. Ja, een robot is niet voor niks. Dus er zal op die manier ook geld moeten binnenkomen dat die automatisering betaald kan worden. Wet en regelgeving, zoals ik net ook zei, complexer. Het wordt niet makkelijker. Daarom, de eigen kennis zal steeds groter moeten worden. En ook de adviseurs, zoals ZLTO, die zullen toch ook een kennis moeten verrijken, zodat ze iedereen die wil groeien of meer kansen wil hebben, kunnen adviseren erin. En naast weidegang, ook al een paar keer genoemd, alle dieren buiten. Is nou niet echt mijn voordeel. Waarom? Waarom zou je 200 koeien op een klein stukje land willen zetten, daar alles vertrappen, niet meer kunnen eten, en dan komen ze de stal in om melk te geven? Ja, helaas, maar daar gaat er vandaag niet in zitten. Of een klein aantal dieren, bijvoorbeeld alleen de droge, zet die buiten. De mensen op de fiets of op de voet, die hebben plezier, want die zien een dier buiten. En we verdoen wel aan ons imago. En dan tot slot, zelfkennis. Ik denk dat dat het belangrijkste is van allemaal. Houd jezelf een spiegel voor je. Kijk wie ben je. En zorg er ook voor dat je dan ook die sterke punten bovenhaalt en je zwakke punten doorgeeft aan een ander. Laat personeel die zwakke punten van jou invullen. Want als het toch je zwakke punten zijn, ga je daar nooit je geld mee verdienen. En tot slot wou ik eigenlijk ook nog eindigen met een leuke quote die ik een keer had gehoord tijdens een NEK-bijeenkomst in Utrecht. Het was eigenlijk hetgene: iedereen wil bij zijn kerk blijven wonen, maar niemand is ooit in de kerk geweest. Dat was mijn inleiding. Dankjewel Ilse. Kort en krachtig. Ja. Less is more. Duidelijke boodschap. Jij maakt duidelijke keuzes. Je roept bij mij de vraag op, wat vind jij van jezelf je sterkste punt? Is gevaarlijk, hè? Nou, mijn sterkste... Ik ga zo ook de zwakste vragen. Ja. Mijn sterkste punt is toch wel de beesten zelf. Ik hoef zelf niet te veel op het land te zitten, want dan zitten mijn kennis niet, mijn passie niet. Maar als ik in de stal loop en ik zie mijn beesten, dan ja, daar haal ik mijn meeste dingen uit. Dus daar liggen mijn sterkste punten. De zwakke? De grond. Wanneer moet je nou precies gaan maaien? Wanneer moet je precies een kunstmest gaan strooien? Daar zitten nog niet echt mijn punten. Dus die wil ik nog wel iets opkrikken. Maar, dus je bent meer een koeienboerin en wat minder een akkerbouwer? Ja. Of een, ja. En als je dan hoort wat hier vandaag ook naar voren komt, van melkveehouders moeten meer aandacht besteden aan hun grond, aan ruwvoer, aan mineralen. Wat denk je dan? Ga ik lekker niet doen? Of ga je dat anders oplossen? Ik denk wel dat het belangrijk is om de grond in ere te houden. Vooral eigenlijk van waarom zou je koeien gaan houden, meer koeien gaan houden om mest af te zetten en voer aan te kopen. Je bent eigenlijk ook weer deels een geld weg aan het gooien, denk ik zelf. Dus ik denk grondgebondenheid vind ik zelf een heel belangrijk item. Dat ook de melkveehouderij toch grondgebonden blijft. En dat je op die manier ook eigenlijk een deels van je eigen voorzieningen kan treffen. Oké, dankjewel. Jij hebt voor ons ook een stelling, ja. Heb ik begrepen. Kunnen we die zien? De stelling van Ilse. Stelling nummer 8. Die luidt als volgt. Onduidelijkheid regelgeving maakt het jonge ondernemers extra moeilijk. Dus de onduidelijkheden in de regelgeving maakt het voor jonge ondernemers extra moeilijk. We gaan stemmen. Als u het hiermee eens bent, is het 1. Bent u het hiermee oneens, 2 of 3? Geen mening. Stemt u maar. Nou, dan moet er toch een hoog percentage eens uitkomen, denk je niet? Ik ben benieuwd. Laat maar zien. Zo. Ik mag helemaal niet reageren. Reageer jij hier eens op als je wilt? Ja. Het is lastig. Want waarom is het nou om te ondernemen en je weet eigenlijk helemaal niet waar je aan toe bent. Is nou niet echt bepaald een rooskleurig vooruitzicht. Mm-hmm. Van de andere kant,
de 26% die er in mee oneens is. Ja, je hebt elke generatie heeft lastigheden gekregen. Toen mijn ouders begonnen, kwam het kwotum. Het was ook ineens van, hoe gaat het gaan? Waar gaan we naartoe? Het waren ook lastige periodes. Dus elke lastige periode is ook weer een positieve periode. Maar jij behoort bij die 70%, neem ik aan, want het is jouw stelling. Nou, niet per se. Ik zie altijd mijn... Je hoeft er niet eens te zijn met je stelling. Je bent het er mee oneens, dat kan ook. Ik zit er een beetje eigenlijk tussenin, dus ik was ook heel benieuwd hoe de rest zou reageren. Ik denk dat er altijd mogelijkheden zijn. Okay. Dus het maakt het wel moeilijker, maar ik denk dat je altijd in de kansen moet bekijken. Oké. Okay. Wie wil hierop reageren? Of heeft een vraag? Bijvoorbeeld over hoe het is in Zeeland. Misschien wilt u zelf emigreren. Ja, er komt een microfoon naar u toe, daar achterin. Nou, ik ben het zelfs ermee oneens. Hoe meer onduidelijkheid, hoe meer kans ik als jonge ondernemer heb om het verschil te maken. Kun je dat toelichten? Die onduidelijkheid vergt gewoon dat je heel snel moet kunnen reageren. Veel informatie van veel kanten moet kunnen opdoen. En daar je keuzes in maken. En ik denk dat je er als jonge ondernemer veel makkelijker in staat bent dan iemand die al heel lang in een vast patroon is vastgeroest. Jij hebt het te lang op je iPhone gezien als iemand anders nog de krant moet lezen. Vast en zeker. Oké. Okay. Anderen hierover? Is onduidelijkheid, dat het nog niet precies helder is wat er vereist wordt, wat er moet, is dat juist een kans? Ja, ik kom naar u toe. Ja, zoals Joris net al zei, het is wel een kans als een bedreiging, maar ik ben het wel met je eens. Het is voor elke generatie. Ik bedoel, als je net als ik 50 plus bent en je hebt een potentiële opvolger, dan moet je ook als ouder keuzes maken. En dan is onduidelijkheid net zo goed lastig. Het is niet alleen voor de jonge boer, maar ook voor de ouders. Ja. Herken je dat? Ja, deels wel. Het is wel van, moet je toch die grond kopen die nou bij de buurman of in ieder geval een paar kilometer verderop ligt. Maar dan wordt wel je bedrijf is waarde door gefinancierd. Het zijn afwegingen die je moet maken. Oké, anderen over onduidelijkheid en of dat een probleem is of juist een uitdaging? Nee? Voldoende over gezegd? Andere punten aan de jonge boerin? Stel ik voor dat we haar nog een applaus geven voor haar goede bijdrage. Dankjewel, Ilse.